met Jochem van Veldhoven, kapelaan in de regio Alphen-Gilsen, 6 parochies van het samenwerkingsverband. Ja, mijn dagelijks werk, dat is heel uiteenlopend. Dat is van ziekenbezoek, regulier huisbezoek bij de mensen, het leven delen, tot het samenwerken met jongeren, in de jongerengroep, in de tienergroep. Ja, en de voorbereiding op huwelijken, voorbereiding op de vormsel, op de Eerste Heilige Communie, de doopgesprekken, de voorbereiding op de doop. Dus eigenlijk alle sacramenten die we in onze kerk hebben, daar de mensen in begeleiden. Eigenlijk de eerste vrijdag van de maand breng ik altijd de communie rond bij de mensen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen. Dus het is maandelijks dat ik langs ga. En soms ook speciaal verzoek, bijvoorbeeld bij als woensdag of een witte donderdag. Ja, en dan is het belangrijk om samen te bidden. En ook door Jezus mee te nemen in het Heilig Sacrament. Goedemiddag. Annie, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Pelles heeft zelf 45 jaar ook op de pastorie gewerkt. En heeft ook gezorgd voor de verschillende priesters die daar woonden. Dus leven met God is voor haar eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Zij heeft haar hele leven in dienst gesteld van God en zijn kerk. En doordat ze nu zelf niet meer naar de kerk kan komen, is het heel fijn dat de kerk naar haar toe komt. De kerk die haar zo dierbaar is en die zij altijd heeft gediend. Hij doet het. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. We mogen het Heilig Sacrament ontvangen, Jezus zelf. En daarom willen we aan het begin van deze viering belijden dat we kleine mensen zijn. Want ze wil graag dienen. En het is heel mooi om haar daar ook iedere keer weer de kracht toe te geven in de Heilige Communie. En door samen te spreken, het leven dan ook te delen. Door samen te bidden. Moeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware u tot eeuwig leven. Amen. Ik ben Jos van Adrichem, diaken in parochie de Vier Evangelisten. Dat is een parochie in Den Haag-Zuid. Ik ben 25 jaar medewerker bij het ministerie van Defensie geweest. Mijn moeder riep, jij wordt priester. Dus dat was van haar een hartewens. En dat riep ik zelf als kleuter ook. Dus we hadden, dat weet ik nog, bij kleuters een project van wat wil je later worden. En ik riep, priester of pastoor. Heb ik redelijk wat jaartjes geloofd. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch wat ander beeld van, andere beroepen die je aanspraken, maar ook zeker een gezin om te krijgen, dat vond ik toch wel heel, heel mooi. Ik kom zelf uit een groot gezin en mijn ideaalbeeld was toen ik rond de puberteit, dat ik toch wel een gezin zou willen en zou willen trouwen. Nou, fijn dat jullie gekomen zijn op de bedevaart aftrap. Fijn dat jullie ambassadeurs voor mij worden, want die heb ik wel nodig om die bus en het vliegtuig vol te gaan krijgen. Wij werken in een team. Het pastoraal team bestaat uit 2 priesters, 2 diakens en 1 pastoraal werker. En we komen elke donderdagmiddag bij elkaar. Dat is heilige tijd voor ons. Dus op die tijd mogen we niets anders plannen. En wat bespreken we dan? Sowieso de dingen die gepland staan, die we moeten afstemmen, sowieso. Maar ook als we in de week wat dingen zijn tegengekomen, waar we zelf vragen bij hebben. Hoe pak jij dat aan? Dat we spreken gewoon heel open met elkaar. Nou, ik ben me toen gaan verdiepen in het ambt van diaken. Dat je dat als getrouwd man kunt invullen. Er zijn best mogelijkheden. Bij Bovendonk kun je deeltijd studeren. Er zijn al een aantal mensen voorgegaan. En dan kun je ook de katholieke universiteit afmaken of de theologieopleiding. En daarnaast meer voor je vorming aan Bovendonk gaan studeren. Dus dat heb ik 3 jaar gedaan. In 2014,
15 november 2014 ben ik door de bisschop gewijd. Dit is dus mijn eerste benoeming. Vrij pril nog, alhoewel ik al 3,5 jaar aan het werk ben. Met veel plezier in deze parochie. Ja, de diaken zorgt voor de... staat eigenlijk met zijn ene been in de kerk en de andere been in de maatschappij. Dus ook vanuit het zelf gevoed worden, vanuit de liturgie, vanuit de eucharistie, trek je naar buiten en laat je eigenlijk het dienstwerk van de kerk zien. Het dienstwerk, de diaconie. Het dienen wat Jezus Christus zelf heeft voorgedaan aan zijn leerlingen. Vrede en alle goeds. Ja, bedankt. Het gaat erom het zelf te laten zien. Het is belangrijk dat ze aan mij zien, vind ik, dat ik een gelukkig man ben. Dat het leven als priester je gelukkig maakt. Daar vind ik het belangrijk om als priester zichtbaar te zijn. Dus zeg, als mensen mij niet zien, kunnen ze mij ook niet vinden. En dan vind ik het zelf ook mooi om te getuigen van hoe mijn eigen leven de wending heeft genomen naar het priesterschap. Hoe ik vanuit een opleiding tot registeraccountant priester ben geworden. En voor veel mensen, ja, niet een herkenning daarin, maar wel van, oh, dat kan dus ook. Dus soms is het nodig dus om je leven echt radicaal om te gooien om nog gelukkiger te worden. Zoals in mijn geval. Ja, bedankt dat u gekomen bent. Graag gedaan. Hè. Het heel fijn gevonden. Goed zo, tot ziens. Ja, tot ziens. En de 6 jaar van studie en vorming heeft me heel veel gebracht op persoonlijk vlak. Ook van wie ben ik ten diepste. Maar ook de uitdaging in het intellectuele. Om verder ook te groeien in de kennis van het geloof en de schrift en de traditie van onze kerk. Ja, en dan is het ook belangrijk natuurlijk die innerlijke vorming van de spirituele vorming. Je gebedsleven, om dat op te pakken. En vanuit daar je leven ook in te verbinden. Dus de persoonsvorming verbinden met je spirituele vorming. En dan eigenlijk het antwoord krijgen van, ja, maar dit ben ik. Dit is wat God van mij vraagt. Priester. Mensen bij God brengen. Dus het heil voor de mensen brengen. Wel bewust zijn dat je eigenlijk een instrument bent voor onze lieve Heer zelf. Dus dat ik het niet zelf doe. Dus de persoon Jos doet er wat minder toe. De opleiding, hoe die mij heeft voorbereid op het werk, om andere mensen te helpen, moet je wel stabiel zijn en moet je ook jezelf kunnen reflecteren. Ja, waar je misschien niet op voorbereid kunt zijn, ook de reactie van mensen, of dat je een sterfgeval meemaakt van iemand die heel jong is, in het midden van een auto-ongeluk. Maar dan is het ook, en heeft de opleiding wel meegegeven, het vertrouwen dat God bij je is. En dat als je daar binnen stapt als priester, dat ik stap daar niet alleen binnen. God is met mij. En dan merk ik ook dat ik dingen mag zeggen waar ik zelf alleen maar vol ontzag achteraf naar kan kijken en denk van, ja, ik ben hier niet alleen geweest. En hoe je dan mensen in een hele droevige, verdrietige situatie, soms ook wanhopige situatie, met zijn hulp toch nabij kunt zijn. Maar dat is geleerd, dat is ingegeven door het gebed. En daarom is het gebed zo'n belangrijk fundament van het leven, van een priester, van een diaken, maar uiteindelijk van iedere gelovige. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ja, ik ontmoet vaak oudere mensen die toch een godsbeeld hebben van een straffende God, een God die op je let, of mensen die een overlijden zien naderen, die toch heel veel vragen, of toch een soort angst voor de dood hebben, en dat je die kunt helpen om daar wat geruster in te zijn, om mensen gewoon in hun geloof te helpen groeien ook. En dat vind ik heel mooi om mee te maken. Het lichaam van Christus.